Pieter Sela, captain VOC. Hoe zijn jullie aan dit seizoen begonnen? Laten we daar maar eens mee beginnen. We zijn heel zwak begonnen. We hebben twee verliespartijen gehad thuis. Wat voor ons heel teleurstellend is, omdat wij thuis eigenlijk een heel sterk team zijn. Vorige week gewonnen, gelukkig. Dat was met de hakken over de sloot en moeilijk. Maar uiteindelijk twee punten. En ja, ik denk dat we eigenlijk nu ervan kunnen spreken dat het seizoen echt is begonnen. Waaraan lag dat volgens jou, die toch mindere start? Dat is een goede vraag. Ik denk in eerste instantie dat we misschien te hoge verwachtingen van onszelf hadden. Vorig jaar kampioen geworden en dat je meteen de druk bij jezelf hebt gelegd om weer hetzelfde te doen. Daarbij denk ik dat de eerste wedstrijd een beetje ongelukkig was met regen en wat ons niet helemaal heeft meegezeten. En de tweede wedstrijd ja, hebben we het gewoon heel slecht gedaan. En dat was gewoon een complete off day die toespeelde tegen Kwik en die maakte daar goed gebruik van. Ja, je noemt het zelf wel. Jullie zijn de titelverdedigers. Is het doel voor dit seizoen dan ook heel simpel, die titel verdedigen en weer kampioen worden? Nee, dat denk ik niet. We hebben na het seizoen met elkaar gesproken van wat willen we. We zijn twee belangrijke spelers kwijtgeraan in Fred Klaassen en Umar Beker, die naar Excelsior is gegaan. Waardoor ons team, de balans van het team iets anders is. En ik denk dat wij daardoor hebben gezegd, ik denk dat wij voor de top 5 moeten gaan in plaats van de nummer 1 positie. Vind ik voor een regerend kampioen klinkt het als een bescheiden doelstelling. Is het ook. Maar ik denk als je twee hele goede spelers van je team weghaalt en de vervanging is nog niet, die komen vanuit het tweede wat niet om het een of ander, maar die zijn gewoon iets minder sterk dan wat die andere twee waren. En ja, ik denk ook met het feit dat wij proberen andere jongens een kans te geven, dat een top 5 doelstelling beter is dan meteen zeggen je wordt kampioen. Nou, sinds dit seizoen is er een nieuwe regel dat binnen de selectie er eigenlijk het aantal buitenlandse spelers onbeperkt mag zijn. Wat vind jij van die nieuwe regel? Ik vind het laat ik het zo zeggen, het brengt de kwaliteit van het cricket omhoog. Ik denk dat meerdere teams sterker zijn geworden. Aan de andere kant is het natuurlijk gewoon heel jammer om te zien dat niet genoeg Nederlandse jongens eigenlijk het niveau aankunnen wat je wil. En ik denk dat op dit moment, wat ik al zei, de sterkte van de topklasse is hoe het hoort te zijn. Alleen het is jammer dat moet met heel veel input van buitenlanders in plaats van eigen opgeleide jongens. Hoe zou dat nog nou kunnen veranderen, denk je? Nou, ik denk wat veel clubs waar ze wel mee bezig zijn, is investeren in de jeugd. Dat is natuurlijk een belangrijk iets. Ik denk dat de afgelopen jaren op een minder pitje heeft gestaan bij de meeste clubs. Veel clubs hebben het maar eigenlijk meer gehad over overleven in plaats van wat gaan we uiteindelijk doen. Maar ik denk dat nu met betere kwalitatieve coaches bij meerdere clubs en vooral het energie stoppen in de jeugdopleiding. En daarbij dat veel meerdere mensen die uiteindelijk gestopt zijn, dus oud-cricketers die nu weer terugkomen om een club te helpen. Ik denk dat een hoop invloed heeft om cricket binnen 5 jaar weer terug te brengen naar waar het was. Dat er gewoon 9 of 10 eigen opgeleide jongens op het veld kunnen staan. Dan gaan jullie van deze zomer spelen jullie een Europees toernooi. Hoe kijk jij daarnaar? Nou, ik denk dat het een leuk initiatief is. Ik bedoel, het geeft jongens die normaal alleen op de Nederlandse veld te vinden zijn een soort die krijgen nu internationale ervaring. En ik denk dat ten eerste heel leuk is. Ik denk dat het voor cricket in Europa iets heel, heel moois kan zijn. Daarbij is nog even afwachten hoe dat allemaal uiteengezet wordt. Maar uiteindelijk wat ik nu heb gehoord is dat het ziet er allemaal heel goed uit. De hele toporganisatie zit erachter. Dus ik hoop dat het eerste evenement in ieder geval een groot succes zal zijn. Tegen wat voor ploegen spelen jullie dan? Is dat een soort van krachtmeting tussen verschillende kampioenen uit Europa? Ja, dus dat is van 8 verschillende landen doen de kampioenen mee. Wij zitten in de pool bij de Deense kampioen. Volgens mij de Russische kampioen en de Italiaanse kampioen. Dus nou, ik heb eerlijk gezegd geen idee hoe sterk dat zal zijn. En ik heb er eigenlijk heel veel zin in. Ik bedoel, het kan alleen maar leuk zijn, omdat we hebben geen idee. En ik bedoel, je ziet andere cricketers uit andere landen en dat kan alleen maar een goede ervaring zijn. Nu met deze huidige groep, hè, je had het over de veranderingen die het van de zomer heeft ondergaan. Hoe is wat jou betreft de balans tussen ervaring en jonge jongens die voor wie het nog relatief nieuw is? Want jij zelf brengt natuurlijk een hoop ervaring mee. Hoe zie jij dat? We hebben redelijk wat jongens nu met ervaring. We hebben 3 jongens die voor het Nederlands elftal spelen. Dus die spelen sowieso al veel meer cricket dan alleen in Nederland. Daarbij zijn er ook wat jonge jongens die opkomen naar het niveau waar we willen zijn. En die hebben in eerste instantie heel veel tijd nodig.
En ik denk dat wij dat in principe goed kunnen opvangen met de jongens die we hebben. Omdat er zit één jongen bij nu van 18 en er zit ook een paar bij die al een paar jaar het eerste spelen. Dus die nemen al ervaring van nature met zich mee. En ik denk dat, ik denk dat we in principe een goede balans hebben. Al zou ik liever nog wat meer jonge jongens willen zien die mee zich gaan optrekken aan dit niveau. Tot slot, als we nu aan het einde van het seizoen op het seizoen naar de terugblikken en VOC staat in de top 5, ben je dan simpelweg tevreden? Of is dat dan toch misschien die doelstelling nog iets om mogen bijstellen aan de hand van hoe het seizoen verder gaat verlopen? Ik denk in eerste instantie, als we in de top 5 zitten, dan zijn we blij. Maar ik denk dat je altijd pas vanaf halverwege je doelstelling ga je weer aanpassen. Ik bedoel, als wij dan pas één wedstrijd gewonnen hebben, dan gaat het om overleven. Staan we dan in de top 4 dan met het uitzicht op het bovenste plaats, dan ga je meer richting het kampioenschap focussen. Maar ik denk dat is op dit moment niet aan de orde. Ik denk nog bij geen één club. En ik denk dat je pas vanaf halverwege echt kan zien waar je staat.